Santokki wil antwoorden over valuta kasreserve. VHP-fractievoorzitter Chen Santokki levert kritiek op het aanhouden van de vreemde valuta kasreserve door de CBVS. Foto. Raoul Lid, er is een wantrouwen in de samenleving jegens onze monetaire autoriteiten, mede door de handelingen van de regering binnen de monetaire sector. Zoals wisselen van de wacht en andere beleidsmaatregelen, het wantrouwen is door de regering nog niet weggemaakt. Het is daar, dit zei VHP-fractievoorzitter Chen Santokki dinsdag in de Nationale Assemblée. Hij heeft kritiek op dat de Centrale Bank van Suriname, CBVS, een gedeelte van de vreemde valuta kasreserve in eigen beheer wil hebben. Santokki wil weten wat het standpunt van de regering is hierover. Waarom wordt een jaar voor de verkiezingen deze maatregel genomen? Santokki wil weten in welke structuur het ondergebracht is dat de vreemde valuta kasreserve samen met de commerciële banken zal worden beheerd. Hoe is dit wettelijk ingekaderd? De politicus vraagt hoe het staat met de onafhankelijkheid van de CBVS als de gelden samen worden geïnvesteerd en beheerd, de bezorgdheid die er is. Is namelijk door het trekken van de valuta uit deze nieuwe politiek voering, zal zeker een kunstmatige verhoging zijn van de internationale reserves. De vraag is of de governor dit bedrag zal optoppen bij de internationale reserve en of dat zuiver is, conform de wettelijke bepalingen, zal de regering ook trekken aan deze gelden? Dit is de bezorgdheid die er leeft bij de samenleving, meent de VHP-topper. Hij wil antwoord van de regering of de regering aan monetaire financiering zal doen met deze gelden. Dit direct of indirect, gaat de regering geld lenen van de commerciële banken, zoals dat het geval is bij de Surinaamse Postspaarbank. Ik stel deze vragen om de ongerustheid bij de burgers weg te halen. Het zijn gelden van de burgers op basis van een stukje vertrouwen dat ze hebben in de commerciële banken.